Dan komen er twee opdrachten, een concrete en een abstracte. De concrete luidt dat je een interessante foto maakt waar iets van een hek op staat. Een hek of van een hert? Herk. 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 Ik zat er denken, we lopen een beetje. Oh, dat is helemaal geweldig. Iets van een hek. Luister, het mag dus niet het hek zelf zijn. Je mag niet hier naar de ingang lopen en zeggen, een leuke foto van een hek. Dat is het niet. Het hek moet ergens in die foto een kleine rol spelen. Het moet aanwezig zijn. Dan de tweede opdracht. Die is wat abstracter. Daar gaat het over zoveel mogelijk kleur. Maximaal kleur. Ik zal niet meevallen, want je ziet hier 50 groen kruis en 50 kleuren. Maar het gaat dus om maximaal de meeste kleuren wint. Ja? En daar heb je dan het voordeel bij dat ze niet mooi hoeven te zijn. Het mag wel sterk, het mag bewogen, hoeft kwalitatief niet voor te stellen. Maar er moet veel kleur op staan. En als je dat dan zo niet kan vinden, dan heb je een idee en de mogelijkheid om dingen bij elkaar te leggen. Je kan die zak helemaal uitpakken en een arrangement van maken. En dan heb je al, nou, 40 kleuren. Dus hoe meer je bij elkaar legt, hoe meer kleuren. Je kan ook bijvoorbeeld een olievlek of iets anders proberen te vinden. Daar zit ook al heel veel. Dus dat is de tweede opdracht.